オランダの田舎町。最愛の妻を亡くし、息子とは音信不通。単調な毎日を生きる孤独なおじさんフレッド。お気に入りのコーヒーを飲み、食事の時間は6時ジャスト。日曜の礼拝以外、人付き合いを避けた生活。そんな彼のもとに、ある日、奇妙な男がやってきました。Waar slaapt u eigenlijk? 言葉も過去も持たない男、テオとのやむなく始まった共同生活。Leg eens neer, leg eens neer. Misschien zult begrijpen dat de kerk voor jou voortaan gesloten is. Bij mij had Trudy nog geleefd. Dan hadden we gezonde kinderen gehad. Homo! ざわめき始める暮らし。だけど、何かが変わろうとしていました。Dat is Trudy. Ik ben nooit dichter bij God geweest dan toen. Moet er nog een keer heen. Hier heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Wil je met me trouwen? Ja, meneer. Ach, Theo. Ach, jongen, toch. Weet u hoe hij zo geworden is? Jij blijft hier wonen.抱え込んでいたしがらみを手放したら、本当に大切なものが見えてきました。孤独のすすめ。